goedemiddag. Wij krijgen dikwijls de vraag van beginnende baarsvissers van wat ze eigenlijk allemaal nodig hebben om op baars te beginnen te vissen. En dat wil ik vandaag eigenlijk uitleggen. Je hoeft eigenlijk niet duur te zijn, maar het is belangrijk dat je direct het juiste koopt. Er zijn veel betere dingen, maar die zijn meestal ook veel duurder. En er zijn ook veel slechtere dingen. Maar deze combo is een heel mooie om mee te beginnen. Eerst en vooral hebben wij een hengel nodig. Bijvoorbeeld deze. Dat is een hengel met een holle top. Hier zie je dit gedeelte is hol. Sorry, een volle top. Dit gedeelte is hol. Dit gedeelte is vol. Dat is hierin gezet. Zie dan de dikkere wikkeling. Heel flexibel. Vooral goed om te dropshotten en lichte loodkoks te vissen. Dan hebben we ook een model met een holle top. Dat is deze. Een hengel met een holle top is op het algemeen veel strakker dan een hengel met een volle top. Hij is strakker, maar is veel universeler. Je kunt er ook eens een plusje mee gooien, spinnertjes. Texas liggen, Carolina liggen. En je kunt er van alles mee. Veel breder dan de hengel met de holle top. Wat hebben we nodig? Een molen, Robin hengel. Ik heb hier gekozen voor een Shimano Nexaf, een 1000. Waarom een Shimano? Omdat ik heel content ben met Shimano. Nooit geen nest mee. En dit is het goedkoopste model dat kruiswikkelingen legt. Kruiswikkelingen leggen, dat is belangrijk voor de gevlochte draad die we gaan opzetten. Meestal wordt er, of in veel gevallen, wordt er voor een 500 gegaan. Ik heb hier voor een 1000 gekozen, omdat je die achteraf ook zou kunnen gebruiken als je op snoekbaars wilt gaan vissen bijvoorbeeld. Dan is een 500 misschien toch wat klein. Dus Shimano Nexaf 1000. Dan hebben we een gevlochten lijn nodig. Er zijn verschillende gevlochten lijnen. Hier zien we een 4 breed, een goede 8 breed en een hele goede 8 breed. Een 4 breed, dat is een 4 strengen doorheen geweven. Die is iets grover, maar die gooit gemakkelijk verder dan een 8 breed. Ik heb wel wat lijngeluid, maar dat is niet het ergste. Een 8 breed, ja, dat is een 8 strenge gevlochten, dus die is eigenlijk ronder, is hem eigenlijk niet dan een 4 breed, maar is zachter, gladder. Heel fijn om mee te vissen. Kost iets meer dan een 4 breed, uiteraard. En dan die hele goede 8 breed, die heeft een betere coating. Schuurvaster, maar dat is ook in het begin eigenlijk allemaal niet nodig. Bij deze, of in deze, zit al goed. En dat setje van 180 euro, ik weet niet of ik al gezegd heb. Dat setje waar ik het over heb, dat kost 180 euro. Daar is in deze mee ingeteld. Dus voilà, midden tussen de twee in. Wat hebben we verder nog nodig? Fluorocarbon. Een standaard fluorocarbon. Een iets hardere. Een iets zachtere met een beetje rijk. Maar nog altijd zeer schuurbestendig. Eigenlijk bij deze, dat is meer dan genoeg, zeker als we op baarsjes gaan vissen. Daar is niet veel speciaal voor nodig, of er zijn niet veel speciaal eisen aan. Verder hebben we nodig kunstaas. Maar zoals je ziet, heel veel pakjes kunstaas. Een hele winkel vol, hier hangen er honderden. En als beginnende visser, en dan gaat je waarschijnlijk niet weten waar je moet beginnen. Dus wij maken een graag doosje met verschillende setjes in, zodat je van alles eens kunt proberen. We steken erin wat wij het beste vinden. Vraag je dat setje in de winter, dan gaat het er anders uitzien dan het setje van in de zomer. Dan gaat het iets anders zijn van kleur, misschien een paar andere modelletjes en zo. Maar dat gaat altijd zijn wat wij zelf het beste vinden om op dat moment mee te vissen. Goed, ik had gezegd dat het over loodkopjes en dropshot gaat.
je hond simpel al in het begin. Je kunt het heel jaar door een vis vangen op een dropshot. Je kunt het heel jaar door een vis vangen op een loodkopje. In de winter mag het wel wat trager gaan, dan zit het waarschijnlijk beter met een dropshot. En in de zomer dan weer wat rapper. De loodkop kunnen sneller vissen dan een dropshot. Dus vandaar. Dropshot haakjes hebben we nodig. Deze zijn een klein beetje aan de grote kant, maar het is maar een voorbeeld. Bij het setje gaat de juiste maat van haak zitten. Dan, wat zit er nog bij? Jigheads. Dit is een 2 gram op een haak 4. Dat is wel de standaardmaat, dat is heel breed. Past op de meeste 2 inch shad. Dit is iets groter dan 2 inch, ik denk dat het een 2.4 is. Maar, zoals je ziet, is dat zowat de perfecte maat voor die shad. Dus. Verder hebben we nog een dropshot lood nodig natuurlijk. Die zit er ook bij. Pencil weights die minder vast, die minder rap tussen de stenen blijven hangen. En dan voor op vlakke bodem hebben we de ronde die dan weer beter blijven liggen op zandbodem en dergelijke. Dus ik som het nog even op. De hengel met de holle top, omdat die universeler is. Als je achteraf wilt uitwijken naar andere technieken, buiten jigheads en dropshot. Dan een mol die kruiswikkelingen legt, bij voorkeur een 1000 om te beginnen. De gevlochte lijn, vloerkarbon, shads, loodkappen, dropshot lood en dropshot haken. En je kunt beginnen.